Goedemorgen. Het is weer tijd om de winnende loten te trekken van onze winactie van februari. Zeg ik dat goed, Hugo? Ja. Si. In februari zijn wij 2 weken weg geweest. De winkel was 2 weken gesloten. En Hugo en ik zijn 2 weken gevlucht. Het was alweer 2 jaar terug dat we op vakantie gingen. Dus ja, het mocht onderhand wel een keer. En het was heel fijn en we hebben eigenlijk de winkel niet gemist, hè Hugo? Normaal wel, maar deze keer... De laatste dagen wel. Ja, de laatste dagen wilden we graag terug. Nee, dat kan niet. Maar we hebben wel heel erg genoten van onze vakantie en het was ook wel eens goed om even weg te zijn. We waren klaar met de vakantie, was genoeg geweest. Ja, en Hugo wilde we heel terug naar de winkel. Hugo wilde we heel graag orders gaan maken. Ja. Nou, we gaan een paar winnaars bekendmaken. Ja. Er zullen wel iets minder loodjes in de doos zitten dan normaal, omdat natuurlijk wij een paar weken weg waren. Maar goed, dan hebben jullie meer kans. Beginnen we met? 100. Wat zeg je? Beginnen we met 100. Hadden we meer kleur, Hugo? Was één kleur? Nee, het was één kleur en het was één kleur. Ja. Ik weet niet meer welke kleur het was. Ik denk dat geel. Oké, hier hadden we geel. Ja. Geel. Ja, en ik plak het loodje met de naam. Ga ik schrijven en plakken. En ik hou in beeld welke we dus gaan doen. Hoor je naam, zie je naam, spring van de bank, ga op de stoel staan, ga juichen en dan meld jezelf. Want wij gaan niet de winnaars benaderen, maar de winnaars moeten ons benaderen. For the people who speak English, we have only one color this time, it's only yellow. And well, we were closed for 2 weeks. So the people who are in the box, I think they have a bigger chance of winning than normal. Well, there we go. I've got one here. Annie, kun je hem lezen? Ja, volgens mij is dit het handschrift van Hugo. Hugo. Eefje Geurts. Ja, Eefje Geurts. 230. Uit Mechelen, Nederland. Want het is ook een Mechelen, België. 100 euro, hè? Nou, Eefje, jij kan wel gefeliciteerd. Dat is een leuk begin van de maand. Eefje is een snoepiespaarster, maar ze is ook naar de gnomes gegaan, hè? Hey, heel goed. Dus niet alleen snoepie op het moment, maar ook gnomes. Nou, Eefje, gefeliciteerd. Jij hebt 100 euro. Dan gaan we verder. Nou, dan gaat hij even de volgende. Kijk. Meld je even bij ons. En nu gaan we naar 75. Ik ga er nog eentje trekken en dan mag daarna Hugo er eentje uithalen. En Annie natuurlijk ook een keer. De kleur is geel, dat wisten we al. Even kijken, wie is dit? Oh, dat heb ik geschreven. Oh. Frans uit Veldhoven. Frans was hier vorig weekend. Het nummer is 729. En Frans en zijn vrouw zijn echte Britto-spaarders. En er komen nog heel veel mooie Britto-beelden uit. Dus die cadeaubon die komt wel van pas, denk ik. Even aan de notaris. 75 euro. Frans, familie Schreddens uit Veldhoven. Jullie hebben een mooie cadeaubon gewonnen. Kijk, ook. En die kun je mooi gebruiken voor Britto-beelden. Er komen een aantal gelimiteerde Britto-beelden uit. Ja. Nou, nou mag jij één. Wacht even, want we hebben... Nog een keer 75, hè? 75. Even goed roeren. Ja, nou, daar gaan we niet hoor. Kijken, je mag niet kijken. Daarna gaat Hugo. Naar de camera kijken. Ik zal instralen. Ik denk dat de kleur geel is. Het nummer is 463. Dit is ook geschreven door Hugo. En ik ga tegen Pieter Wagener uit Wezel. Pieter Wagener uit Klopt dat Wezel. Hugo? Dat is jouw handschrift. Ja, is mijn handschrift. Is dat Nederland of België? België? Ik weet het niet. Nou, goed, als normaal schreef als België, Frankrijk of Duitsland, schreef daaronder. Oké. Nog een keer de naam? Ja, Pieter Wagener. Wezel, nummer 463. Dat is een P volgens mij. Oh, Wezep. Jij hebt een cadeaubon gewonnen van 75 euro. Gefeliciteerd. Meld jezelf. Gaan we kijken of je het online mag doen of dat je naar de winkel komt. Vinden we altijd leuker natuurlijk. Ja, en het was een hoop melden. Hopelijk stiekem bij er nog wat erbij koopt. En wat was het ook alweer qua tijd? Melden binnen een... Maand. Ruur. Binnen een maand. Ja, dus meld jezelf binnen een maand. Nou Hugo, dan mag jij. Ja, we gaan nou over naar 50 euro. 50. En dan gaan we 3 keer Wacht doen. Even, want ik kan... Ja, je mag niet kijken en... Je mag niet kijken, je moet toch verder. Ben je ledig, Hugo? Tja. Nou, 500.
even de bril op, kan je niet opladen. Monique Jansen uit Lelystad. Oh, wow. Nou, grappig, want die waren hier vorige week voor het eerst. Ja. En volgens mij komen zij morgen terug. Ja, Monique Jansen uit Lelystad. Hugo even inzoomen, daarna weer even alles scherp zetten. Want soms blijft hij wel eens hangen, hè? Yes. Monique Jansen uit Lelystad, ja, ze kwam met haar man. Afgelopen weekend voor de eerste keer en volgens mij waren ze wel enthousiast over de winkel, want ze komen morgen uit Lelystad terug. Vandaag nou, morgen, ja. Ja, vandaag of morgen. En dan kunnen jullie mooi deze cadeaubon inwisselen. Wat leuk. Dat is helemaal dubbel gepennen. Wil jij er nog in doen, Hugo? Ja, Hugo. Of is zal ik... Nee, doe jij maar, want het is... Het is moeilijk. Nog is moeilijk. Keer 50, nog twee keer 50 gaan we doen. Nou, mag jij weer eens, hè? 5-1-0. Oeh, dit is het handschrift van de krant. Toch? Maar ik kan het lezen. Familie De Hond uit Gentbrugge. Familie De Hond uit Gentbrugge. Gefeliciteerd. Jullie hebben nummertje 510. De wel Belgen. En jullie hebben dus wel Belgen. Dat is Rita. Rita. Oh ja. Rita, jij hebt gewonnen een cadeaubon van 50 euro. Gefeliciteerd. En Angelique gaat hem op plakken. Meld jezelf. Gefeliciteerd. Nou, dan mag Angelique er nog eentje doen. Oh, de laatste. Oké, komt-ie, hè? Wat hebben we? Nicole Wennekers uit Blerik, 696. Nicole Wenneker uit Blerik. Nou, gefeliciteerd Nicole. Jij hebt ook 50 euro. Nicole uit Blerik, cadeaubon. Meld jezelf. Zeg ik het goed, hè, Wenneker? Ja. Wenneker. Nou, dan hebben we ze allemaal gehad, hè? Ja, en voor de mensen die het filmpje nu kijken, jullie kunnen vanmiddag terugkomen om 4 uur, want dan komen we live. Lange tijd weer, met allemaal leuke dingen. Dus vanmiddag om 4 uur is de bedoeling dat... Waar ga je dat doen? Want die filmpje blijft in maart. Oh zo, vandaag is het 2 maart. 2 maart. Ja. Dus vandaag 2 maart, zaterdag, gaan wij om 4 uur live. Jullie zijn allemaal uitgenodigd om mee te kijken. We hebben een paar leuke beelden en leuke aanbiedingen. En Hugo gaat recht naar huis. Goed, Hugo. Even ook nog van de gelegenheid gebruik maken. De tuin is nog niet geopend. We zijn druk bezig om de tuin weer uit de winterschaap te halen. En, dus over een week of 4, begin april. Half april dan gaat de tuin open. Dus dat is misschien ook voor sommige mensen leuk om te weten. Quinn Tegen, die bij ons intussen een magazijnruimte heeft gehuurd. En ook zijn eigen winkeltje met hele mooie oude retire beelden heeft ingericht. Die gaat half april ook een officiële opening doen, hadden we begrepen. Maar de details komen nog, hè Quinn? Er staan weer een allerlei dingen te gebeuren. Leuk. Maar we zien jullie om 4 uur terug. En vinden jullie het leuk om Annie nog eens een keer te ontmoeten. Ze is er vandaag en morgen. Ze blijft bij ons schapen. En als ze heel erg lief is, dan mag ze vanavond mee naar de bioscoop. Dus, tot vanmiddag. Doei. Doei. Doei.